Ja, absoluut. Jij zei net al, als het waar is het verhaal in de Volkskrant over Tjeu Dalling. Is hij dan nog geloofwaardig? Wil ook Nelle Vuurmans uit Amsterdam weten? Nou, we hebben het geval gehad, die professor die bij Ajax was. Ik ben zijn naam Ten Haven. Die had hem onbetrouwbaar Ten Haven. Die noemde hem onbetrouwbaar, maar gebaseerd op geruchten dat hij met spelers bij Ajax kwam en dat hij mensen had proberen om te kopen of zo. En daar heeft Tjeu Dalling een rechtszaak voor aangespannen, want dat was niet te bewijzen. En ik vind ook niet dat je dat soort dingen zo kunt roepen. Maar als de feiten in dit verhaal kloppen, en dat geloof ik zomaar, want twee journalisten reizen niet af daar naartoe om met onzin terug te komen. Dit was een dodelijk verhaal voor Tjeu Dalling. Hij komt eruit als een rommelaar, als iemand die zichzelf veel groter maakt en veel verder opblaast dan die daadwerkelijk is. En na dit verhaal vind ik niet dat hij nog een functie bij Ajax kan bekleden, ja. Dat vind ik te gek voor woorden. Willem Veenstra, Volkskrant, je hebt het zelf niet geschreven, het stuk, maar collega's van jou wel. Wat is de kern van het verhaal? De kern van het verhaal is dat meneer Ling eigenlijk tijdens zijn zakelijke zoektocht, zou ik haast willen zeggen, toch wel een vrij, een beetje een spoor van vernieling heeft achtergelaten. Ja, want de club Trendsin heeft bijvoorbeeld geen positief vermogen, maar een negatief vermogen van 3,4 miljoen euro. Ja. Het vastgoedproject ook met het stadion. Daar blijkt niet genoeg geld voor te zijn, dat ligt helemaal stil. Hij heeft in interviews aangegeven dat er een vastgoedproject van 350 miljoen, ter waarde van 350 miljoen euro zou lopen. Nou, mijn collega's Tom Kreling en Huib Modderkok zijn daar geweest. En de burgemeester van Trenzin zei, voor 350 miljoen kun je de hele stad kopen. Ja, 4 keer de begroting van de stad, zei hij ook. Hè? Dus dat is wel heel erg veel. Ja, nou ja, goed, dus het geeft wel aan. Het maakt zijn positie natuurlijk gewoon lastiger binnen Ajax. Omdat hij moet natuurlijk nu gaan onderzoeken wat daar fout gaat. En als je zelf een tamelijk dubieus zakelijk verleden hebt in ieder geval, is dat misschien iets minder geloofwaardig allemaal. Ja, het belangrijkste natuurlijk ook is dat hij niet wilde reageren. Hij is tot 8 keer toe is hij in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven. Dat wilde hij niet doen. Ja, waarom niet? Ja, waarom niet? Het was geen prioriteit, heeft hij gezegd. Hij heeft, ik geloof dat ze een aantal weken geleden hem voor het eerst benaderd hebben. En ja, het was geen prioriteit om erop te antwoorden. Maar hij vond het wel suggestieve vragen allemaal. Dat maakte ik eruit op. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja.